mensen die bijvoorbeeld een perspectief willen hebben op een baan, nu ook weten dat er weer een nieuwe banenmotor erbij komt. En ja, het is een goede impuls voor alle mensen die weer flink aan de klus willen. De Duitse bouwmarkt Hornbach komt naar Zwolle. Hornbach zal zich vestigen aan de Blaloweg, naast het Zwarte Water. Door de nieuwe bouwmarkt komen er vele banen naar Zwolle. Het gaat vandaag om Hornbach. Die heeft een mooi stuk grond gekocht en wil zich gaan vestigen op Voorsterpoort. Een grote bouwmarkt met veel economische bloei, 300 arbeidsplaatsen die daar mee gemoeid zijn. En natuurlijk hartstikke goed voor consumenten. En in tijden van crisis is het toch wel misschien een beetje opmerkelijk dat zo'n groot bedrijf hier gaat starten. Ja, wij doen een hele grote investering in deze locatie. Er is een impuls van 30 miljoen die wij direct op deze locatie zullen doen. Dat wil zeggen dat recessie is er, ook wij merken dat. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat we ondanks de recessie nog autonoom blijven groeien. En dat is gewoon heel bijzonder in deze markt, in deze branche en in deze tijd. Hornbach echt een verrijking voor Zwolle? Jazeker, ik denk dat het een van de bouwmarkten is die een grote keten is in Nederland. Ze hebben 10 vestigingen inmiddels. En doordat ze zich in Zwolle gaan vestigen, bewijzen ze ook dat Zwolle de goede uitgangspunten heeft. Groot verzorgingsgebied, goed bereikbaar, zichtbaar en economisch krachtig. Dus je kunt wel stellen, Zwolle zit te wachten op Hornbach en Hornbach is Zwolle. Maar sterker nog, de consument zit in Zwolle echt te wachten op Hornbach. We zijn 7 jaar zijn wij al tot beste bouwmarkt gekomen. Heel trots op. En ik denk dat dat aardig wat zegt over wat de consument wil in deze tijd. Nou, het moet nog door de raad. De gemeenteraad moet nog bezig zijn over de bestemmingsplan. Er moet nog een investering worden gedaan. Maar ik denk dat we al met al over een jaar al behoorlijk zicht hebben dat we daar de schop de grond in kunnen zetten.